hele leuke video voor jullie. Want ik ga vandaag al mijn liquid lipsticks aan jullie laten zien. Plus ik ga een swatchje op mijn arm en op mijn lippen. Dit zijn alle lipsticks die ik aan jullie ga laten zien. Het zijn allemaal verschillende merken. Ik ga het nu allemaal vertellen en ze individueel behandelen. Daarna neem ik de swatchjes op mijn arm en op mijn lippen op. En die plak ik er voor jullie tussen. Dus jullie merken er niks van. Maar daarom, als ik praat, heb ik nu, heet het, niks op mijn lippen. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen met mijn allereerste liquid lipsticks. En daar heb ik ook een video van dat ik een Boozy Shop pakketje unbox. En dat zijn deze twee van The Balm. En dit zijn mijn favoriete, kan ik nu alvast vertellen, liquid lipsticks. Niet qua kleuren, dat is een nadeel. Ze hebben geloof ik 8 kleuren in het assortiment. En sinds een paar weken zijn er 4 nieuwe bij. Daarvoor vind ik 1 kleur heel erg mooi, dat is Sincere. Alles wat, zeg maar, een eis is bij een liquid lipstick, dat hebben deze. Behalve dat de collectie dus weinig kleuren heeft. Weinig nude-achtige kleuren. De eerste is Committed. Dit is wel echt een nude, maar alsnog vrij donker voor een nude. En vrij, nou, je ziet het wel. En deze is wat meer roodachtig, maar ik vind het een hele, hele toffe kleur. En dat is Charming. Nou, jullie zien nu de swatches. Deze lipsticks, echt, zodra het erop zit, ik wacht 2 seconden en het is droog. Echt, love it. Deze lipsticks kosten €15,50 geloof ik. Dus ze zijn wat goedkoper dan de MAC lipsticks, maar ze zijn echt heel erg goed. Ze blijven er lang op zitten. En oh, ze ruiken echt goddelijk naar mint, after eight, chocolate chip, ik weet het niet. Heel erg zoet, mintachtig. En van die candy canes, echt heerlijk. Nou, verder is de volgorde van mijn liquid lipsticks niet zo heel erg boeiend. Dus ik ga nu gewoon deze erbij pakken, over MAC gesproken. Ik heb deze nog nooit gedragen. Ik ben er niet zo blij mee. Het is de Retro Matte Liquid Lip Color Oh Lady. En ik wou er ook gewoon eentje hebben toen ze hiermee uitkwamen. Maar ik vind het helemaal niet geweldig. Ik vind dat hij niet makkelijk aanbrengt. En op zich is hij wel goed, maar hij dekt niet perfect. En heel veel mensen zijn het niet met me eens. Ik laat jullie gewoon de swatches zien. En deze kostte echt iets van 22 of zo. En ik vind ze niet fijn. Echt niet. Oké, dan twee hele cheap liquid lipsticks. Deze heb ik op eBay besteld. En deze zijn volgens mij €2,20 of zo. Van Imagic, kleur 03. De lichtere paarsige. En 04, de wat bruin-roodige. En dit zijn hele goede liquid lipsticks. Ze zijn echt heel erg goed. De applicator is prima, vrij stug, maar daar kan ik ook niet heel veel over vertellen. Het boeit me allemaal niet zo heel erg veel. Maar dit zijn hele mooie lipsticks en ik zou er nog wel meer van willen gaan bestellen eigenlijk.
Dus dat is zeker een tip. Dan, oh ja, deze heb ik denk ik na die ander het langste. Dit is de Kiko Matte Muse. Die is ook al vaker vroeger in video's voorbij gekomen. Dit is echt een prachtige lipstick met een geweldige applicator. Dit is zo'n goeie. Ik vind deze echt beter dan die MAC lipstick. Veel beter. Deze is fantastisch. Dit is kleur 05. Hij is zeg maar heel erg klein, maar heel. Jij kan zeg maar een eyeliner. Kan je zeg maar zo'n heel zacht kwastje of een hele harde. En van harde kan je veel preciezer werken. Dus dit sponsje is wel zacht. Maar het is een heel stevig dingetje. Dus je hebt echt het gevoel dat je echt je lippen aan het inkleuren bent. Zeg maar. Net als je het echt aan het kleuren bent. Heel erg fijn om. Ik kan het heel netjes aanbrengen. Ook veel netter dan ik nu heb gedaan. Dus het duurt iets langer. Maar uiteindelijk eigenlijk net zo lang. Want het heel netjes gaat. Deze gaat ook van heel erg zacht welvend naar helemaal mat. Dus niet plakkerig. Als dit nog verkoopt, ik hoop het, ga het halen. Ik heb alleen die andere kleuren spijt me niet ontzettend aan. Het kost geloof ik iets van 6, misschien iets meer. Maar deze zijn echt fantastisch. En het zit dus in een soort van nagellakpotje. Dan kocht ik laatst van Max Factor, omdat het 1+1 was. Deze en... ja, het is iets anders dan een liquid lipstick. Dit bestaat op zich al wat langer. Het, het droogt zeg maar heel langzaam op. En dan heb je daarna zo'n balsem die je er overheen kan doen. En dat is sowieso wel een fijne balsemstick om over mijn liquid lipsticks heen te doen. Die gebruik ik ook wel vaak bij anderen. Het is niet echt dat het gaat glimmen, maar het maakt het droge gevoel, haalt het een beetje weg. En deze wordt wel een klein beetje droog, dus dat is wel heel erg fijn. Deze breekt echt het lekkerste aan van allemaal. Echt een zacht sponsje, beschadigt niet zo je lippen zoals die harde dingen. Alleen nu krijg je dus dat hij heel erg gaat plakken. Dus nu moet je eigenlijk niet praten en gewoon wachten tot hij opdroogt. En dat duurt echt wel 3 minuten of zo. Mooi. Dat is echt de enige. Ja. Raar, want normaal heb je hele goedkope lipsticks van eBay en zo dat. Die ik ook in de video heb gereviewd. Kan je ook weer hierboven aanklikken. En dit is Max Factor. Ja. De kleur is wel heel erg mooi. Hij is dus al niet helemaal droog, maar ik kan niet helemaal wachten. Maar hij is nu wel vrij mat. Alleen nog een beetje kleverig. Dan heb ik een lipstick die lijkt een beetje op Sleek Birthday Suit qua verpakking. Dit is van de Primark, kleur 01, de Super Matte Liquid Lipstick. En ik vond, ik heb deze echt 1 keer gedragen, kost volgens mij 2,50 of zo. Ik vind deze niet zo heel erg fijn. Ik vind de kleur gewoon te licht of zo. En hij is vrij droog, maar voor een goedkope liquid lipstick is hij wel oké. En verder hadden ze alleen 1 rode kleur, dus dat vind ik een beetje, ja, flut. Ik bedoel, waarom zou ik maar 2 kleuren uitbrengen? Dit is mijn nieuwste aanwinst. Dit is de NYX Lip Lingerie. Die had ik ook net op Instagram gezet. In de kleur Embellishment. En deze zijn exclusief online te verkrijgen op Douglas. En op de website van NYX, maar ik weet niet of je daarmee naar Nederland kan versturen. Ze zijn in ieder geval continu uitverkocht, ook op Douglas. Dus ik was blij dat deze er was. Ik vind hem helaas op mijn lippen iets te donker uitpakken, want ik heb toch wel vrij gepigmenteerde lippen. Deze droogt ook mega snel. Het is niet een kleur die ik echt heel erg vaak zou dragen, maar ik vind het alsnog wel een mooie kleur. Wat ik nu doe is hem over concealer eerst zeg maar aanbrengen en het dan overheen doen om een hele lichte nude lip.
lipstick en dan deze eroverheen. Dat hij iets lichter is, want het is wel een hele mooie lipstick. Hij is alleen vrij droog, maar hij blijft wel goed zitten. En ja, hij kost 12 euro, volgens mij dus ook vrij prijzig. Dan heb ik ook de Sleek Birthday Suit. Die wilde ik al heel erg lang heel graag hebben. Die heb ik uiteindelijk in Hilversum kunnen kopen bij de Ethos, waar ze de Sleek verkopen. Ik was echt verbaasd. Superleuk. Dat heb ik ook laatst in de Shutdown Challenge laten zien. En het is in de kleur Birthday Suit dus. Op zich is die kleur wel mooi, maar die applicator, dat is niet normaal hoe hard die is. Het lijkt alsof je de steen met deze nail hebt. Plus, hij heeft hem nog steeds helemaal vloer. Steeds niet aan het drogen. Wel mooi. Nou, ik heb van die lijntjes. Sorry, niet mijn ding. Deze wilde ik super graag hebben. Ik had hem veel YouTubers gezien. Ik had hem op Instagram vaak gezien. Ik vond hem altijd heel erg mooi. Zelf vind ik hem best wel tegenvallen. Ik vind de kleur niet heel erg mooi. Ik vind het gevoel niet heel erg lekker. Hoe die aanbrengt niet. Hij kost 6, 7 euro. Het is echt zo'n hype dingetje. Maar ik vind de verpakking ook een beetje flut. Deze is een hype. Ik zou zeggen, koop hem lekker niet. Dan de NYX Soft Matte Lip Cream. Het zijn niet echt liquid lipsticks, maar ik vind dat ze wel hetzelfde effect geven. Dus vandaar dat ik hem even laat zien. Dit is kleur Istanbul. Niet mijn favoriete kleur, maar wanneer ik heb deze in de winkel gekocht, ja, ik heb hem wel getest. Maar ze hebben heel weinig kleuren in de Douglas zelf, dus je moet eigenlijk online bestellen. En ik had bijvoorbeeld gehoord dat je op de Douglas, Beauty Bliss Party, dat ze daar al die kleuren hebben en zo. Dus het is zo'n fijn product. Ik wil eigenlijk gewoon echt mooie nude kleurtjes. Deze is iets te roze, maar hij is wel heel erg mooi. Het duurt dus eventjes, maar dan droogt hij uiteindelijk heel erg velvet mat op. Dus dit is echt een hele fijne, schattige lipstick. En dan ben ik alweer bij de laatste. Wow, het zijn er best wel weinig. Dit is de Essence Velvet Matte Long Lasting. Ik hou niet van donkere kleuren, maar ik wou deze heel graag testen. En ze hadden verder alleen een hele lelijke nude kleur, een beetje zoals die primer kleur. Dus heb ik deze gekocht en dat kost 2, 3 euro geloof ik. Ik draag dus nooit dit soort kleuren, maar wauw. Even checken. Heerlijk. Velvet inderdaad. Echt super makkelijk aan te brengen in één keer. Prachtige kleur bij mijn ogen. Wauw, deze moet ik echt gaan dragen. Ruikt heerlijk. Ik droog niet echt mat op, maar ik voel het zo zacht. Perfecte dekking, geen lijntjes. Oh my god. Dit is echt geweldig. Wauw. Dit is een beetje tegelijk met die NYX Soft Matte. Het is ook een beetje zo'n... Dit is echt niet een liquid lipstick. Heet dat niet zo? Nee, het is een velvet matte. Het is echt een soort van droog, poederig laagje wat je op de lippen aanbrengt en het blijft zitten. Dus ja. Oké, nou dit was de video. Zoals je ziet zijn het voor mij nog niet heel erg veel kleuren. Mijn matte lipstick collectie is veel groter. Maar dat is juist wel beter, want anders zou de video extreem lang worden. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Mijn ultieme favoriet is dus van de Balm. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dan eventjes gratis hieronder. Laat even in de reacties achter welke lipstick jij het mooist vindt. En wat jouw favoriete liquid lipstick is die niet hier in de video voorbij is gekomen. Misschien hebben jullie nog wel een tip voor mij. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer zaterdag om 9 uur. Doei doei!